Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Vorige week maakten we kennis met een nieuwe rage op het gebied van de duursport. De Survival Run van Gendringen. Een loop van 30 kilometer dwars door sloten, weilanden en moerassen. En afgewisseld met hindernissen als touwconstructies, bruggen en houten balken. Je werd er al moe van als je ernaar keek. Dat wil zeggen, wij. Want de survival-atleten hebben inmiddels alweer twee runs achter de rug. Die van Zelm en die van Neder. Allemaal meetellend voor het zogenaamde Top Survival Circuit, dat in totaal uit 5 wedstrijden bestaat. Vandaag is het de beurt aan Beltrum, een doorgaans vredig boerendorp in de Gelderse Achterhoek. Ook hier zijn 30 loodzware kilometers uitgezet. En dat allemaal naar het voorbeeld van de vroegere slipjacht, waarbij honden het spoor volgden van een vos, terwijl ze achterna werden gezeten door een tableau jagers. Het grote verschil met Gendringen, in ieder geval 25 graden, want het is hier hartje winter. Maar liefst 9 graden onder nul. Binnen in de permanence waar alle atleten elkaar ontmoeten is het toch behagelijk. Hier krijgen de inschrijvers hun startnummer en de laatste informatie over het parcours. Een parcours dat dit keer nogal vlak is en geen grote waterpartijen kent. Jan Maarsen, een van de favorieten, is juist een liefhebber van die natte doorsteken. Jan, geen modder, veel ijs, weinig water. Is dat een streep door de rekening? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is niet echt in mijn voordeel. Ik bedoel, een lekker partijtje kano kan ik wat tijd op winnen. Flink door de modder vroeten win ik wat tijd op. En nou ja, dat spreekt vandaag toch wel in mijn nadeel. Een groot gedeelte gaat over akkers. Met andere woorden, keiharde grond. Hoe heb je je daarop voorbereid? Nou ja, die keiharde grond hebben we pas sinds kort. Dus ik heb me daar eigenlijk niet op voorbereid. Dat is niet te doen. Het is, ja, je kunt een stukje gaan proberen te lopen. Maar je gaat geen paar dagen van tevoren nog 25 kilometer over die ongelijke akkers ploeteren. Voeten getaped? Voeten getaped, goed getaped. Er zit niks anders op. Nu nog flink ingepakt, Marcus Vink. Die zullen we straks nog zeker tegenkomen. En de volgende ook, de leider van het Top Survival Circuit, Stef Bunk. Stef, je kunt er niet omheen. Men tip jou als de grote kanshebber, omdat het terrein snel zal zijn vandaag. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Ik ben in principe een stratenloper. Ik hou van een hard parcours en hoge snelheden. En dan kan ik redelijk uit de voeten. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel gewoon weer anders dan een straat. Er zitten vrij veel pittige hindernissen tussen en bouwland wat ja, toch wel wat ongelijk is. Dus het moet eerst dan nog wel gebeuren. En zelf ben ik helemaal niet zo dat ik denk van, nou, hier liggen mijn kansen. Na een paar kilometer, dan weet ik het wel hoe het vandaag loopt. Ik hoop dat ik een goede keuze maak voor de kleding. Dus dat ik het niet koud krijg onderweg. Dat ik geen last krijg van koude handen. Want dan kan ik wel eens in problemen komen met touwwerk. Maar meestal als ik loop heb ik het wel warm. Dus ik denk wel dat het gaat lukken. Speelt je vrouw nog een rol bij je begeleiding of de verzorging? Ja, begeleider, ja. Ze fietst mee met de mountainbike. Rugzak gevuld met sportdrank en handschoenen. Stel dat ik koude handen heb, een haarband neemt ze mee. Ik zet geen muts op of zo. Maar stel dat ik hele koude oren krijg, dan kan ze mij een haarband aanreiken. En die zet ik dan op. De temperatuur, misschien wel de meest gevreesde factor op deze wedstrijddag. Welkom, Zuidenburen. Frank, heb je speciaal op deze wedstrijd voorbereid ten aanzien van de kou? Ja, ik heb al dagelijks een koude douche genomen. Ja, ik heb al gedaan. Een koude douche genomen? Ja, na mijn training kwam ik thuis en nam ik al 2 minuten een koude douche. Ja, dat brengt me onvermijdelijk op de vraag bij jou, DJ. Ja, dacht ik wel. Je hebt maandenlang in die badkuip gezeten met water en nou is er geen water. Ja, maandenlang is misschien wel iets overdreven. Laten we zeggen, ja, de laatste maand een stuk of 10 keer. Maar ja, het is eigenlijk, laten we zeggen, vandaag kom je in het water tot aan het middel. Dus ik denk dat het toch misschien wel enige nut zal gehad hebben. Dus vooral voor het gevoel van krampen, dat is mijn grote probleem. Dus de overgang van het lopen, de spier naar warm, naar het koude water. En dat kan misschien vandaag toch wel iets helpen, maar voor de rest, ja. DJ Dond, de man van de badkuip met ijskoud water in zijn tuin. En dan, de gast in Beltrum, deze. Ted, sinds 3 dagen weten we dat je sterkste man van de wereld bent. Is er al wat veranderd in je leven? Ja, het is heel veranderd al. Ik krijg een hoop reacties van, ja, waar je ook komt, kom je. En hier hoor ik ook weer de Ted van de Pardes, sterkste man van de wereld. Ja, dat geeft wel een heel prettig gevoel.
Is dit bijvoorbeeld een van die plichtplegingen die je moet doen, een startschot lossen? Ja, weet je, het is een survival run. En kijk, je dan terug gaat naar mijn verleden en sportgebeuren, heb ik zelf ook cross-counties gelopen. Dus dan kom je een beetje in hetzelfde ritme terecht. En ja, wat ik nu tegenwoordig aan sport doe, is ook survival eigenlijk. Het komt een beetje hetzelfde neer. En dit, het blijft trekken natuurlijk, deze survivaltocht van de jongens. Ruim 200 atleten met als grootste tegenstander de kou. 9 graden onder nul en vlak voor de start komt zich ook nog een ijskoude wind melden. Ze zullen veel touw tegenkomen onderweg, maar het eerste wordt heel gedienstig omhoog gehouden door die sterkste man van de wereld, Ted van der Parre. De eerste lopers en dat is Dirk Kester, die heeft de leiding genomen. Sterpunt erbij, Jan Maassen. Dan zien we Diede Jont. Nummer 31, dat is Jos Antons. Nummer 15, dat is Reinier Bergsen. Mark Vink. Zo, dan zijn we via de speaker meteen op de hoogte en weten we wie er na de eerste kilometers in de kop van het veld meedraaien. Hier bijvoorbeeld Dirk Kersten, de politieman uit Ulft die door zijn teleurstellende prestatie in Gendringen een vrije val maakt in het totaalklassement, maar vandaag weer tot de sterkste moet worden gerekend. Omgeploegd en nu keihard bij Voeren Bouwland, een aanslag op de... I'll be back.